Welkom op het kanaal van Miraije Online. Mijn naam is Miraije van Rijn. Leuk dat je deze video aanklikt en gaat kijken. Alle nieuwe abonnees ook van harte welkom. Leuk dat je ook abonnee geworden bent. En uh, wat gaan we doen? Ik heb een uh, volle maandlegging voor jou gemaakt. Uh, er zijn twee video's. Ik uh, heb net ter plekke in een video besloten dat ik twee aparte video's maak, omdat ze best uitgebreid zijn. Eén video gaat over uh, algemeen, zeg maar het collectief op zielsniveau. Ik wil je adviseren om die video zeker ook te kijken uh, in verband met de enorme intensiteit, emoties en dergelijke die naar boven gaan komen. We hebben te maken met een volle maan in schorpioen. En uh, ja, dat is uh, heel pittig, heel intens. En we gaan nu kijken op, uh, op zielsniveau voor uh, soulmates, tweelingzielen, geliefden, relaties. In ieder geval um, naar dat thema gaan wij ook eens even met de kaart kijken. Voordat ik dat ga doen, ik heb in de vorige video dat ook uitgelegd. Um, ben je nog geen abonnee, klik even hieronder om je te abonneren als je daaraan mee wilt doen. Um, in deze video en in de andere volle maand video van mei 2020 uh, gaan wij drie abonnees blij maken met drie verschillende cadeaus. Of drie cadeaus in ieder geval. Het eerste cadeau wat ik weg mag geven is een abonnement op het magazine Spiegelbeeld. Ik laat ze je eventjes zien. Ik heb hier even een, een hele stapel uh, gepakt. Dit is een, een spiritueel magazine dat gaat over bewustwording, spiritualiteit, wetenschappelijke zaken. Nou, alles wat daar allemaal met bewustzijn eigenlijk te maken heeft. Uh, daar kun jij dus een abonnement op, uh, op winnen. Als jij een reactie plaatst op deze uh, volle maand video of op de andere volle maand video, moet je wel even abonneren. Dan... Uh, en laat weten dat je mee wilt doen of in ieder geval een, een reactie plaatsen. Want dan kan ik sowieso ook een reactie terugplaatsen uh, dat je eventueel uh, uitgeloot bent. En uh, wat je dan moet doen om uh, je prijs uh, in ontvangst te kunnen nemen. Ik heb uh, ja, eigenlijk uh, regelmatig werk ik samen met het Spiegelbeeld Magazine en soms ook met andere magazines. Maar dit is een van de magazines waar ik mee samenwerk, dus dat is dan ook wel even leuk om te laten zien. Jaarlang heb ik alle sterrenbeelden maandelijks uh, aangeleverd. Uh, vanuit de Tarot- en Lenneman-kaartleggingen. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. En vanmorgen nog contact gehad met de uitgever. En natuurlijk mocht ik een uh, abonnement uh, weggeven aan een van jullie. Dus dat is één. En uh, vanuit de website www.puremedium.nl. Die heb ik in 2014 opgericht met een heel team. Ja, mediums, paragnosten, helderziende en alles wat daar mee te maken heeft... gaan wij twee belconsulten verloten van 20 minuten. Dus wil jij kans maken op een van die belconsulten... of op een uh, abonnement op, uh, op het magazine Spiegelbeeld... Zorg dan dat je je abonneert hieronder en uh, laat een reactie achter, zodat, uh, ja, mocht jij gewonnen hebben, uh, wij jou weer een, of ik jou weer een reactie terug kan geven, wat je dan moet doen. Nou, genoeg gekletst over dat uh, gebeuren allemaal. We gaan lekker beginnen. Ik heb net uh, twee stapels gemaakt. In de vorige video heb ik de ene stapel al helemaal uitgelegd. En we gaan nu kijken op, uh, ja, op relatievlak uh, en op zielsniveau. Uh, Tweelingzielen en dergelijke. Ik, uh, je ziet mij dat deze mooie steen pakken. Dit is een, uh, een tweelingzielenkristal. een uh, Lemurische kristal. En als je daar interesse in hebt, kun je daar eens naar googlen. Um, deze steen zorgt ervoor dat je of samenkomt met je tweelingziel. Of als het niet meer dient. Dat je het los mag laten. Dat het los gaat. Dus dit lost eigenlijk heel veel. Energie en connecties en dergelijke, alles wat daarmee te maken heeft, lost het op of brengt jullie samen. Uh, met zo'n steen is het niet meer nodig. Als die kapot gaat, dan heb je de steen niet meer nodig. Dus dat is ook wel leuk om, uh, om te vertellen. En Lumurische kristallen, dat zijn een van de krachtigste stenen die er maar zijn. Dus dat vond ik wel even leuk om daar iets meer over te vertellen. En uh, we gaan lekker beginnen met, uh, met alle kaarten. Ik, uh, ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jij ook. En heb je iets van, joh, ik wil eigenlijk wel eens een persoonlijke reading of wat dan ook. Hieronder in de beschrijving staan alle info met, uh, met linkjes. En dan kun je gewoon eens even op je gemak kijken. Ik heb voor jou drie orakelkaarten. Wauw. Hele mooie kaarten. Uh, wat heb ik hier? Ik heb hier. Um, eens even kijken, de moeder eigenlijk. Dus dan mag je uh, voor jouw innerlijk kind, daar gaat het over. Dus je eigen ouder uh, zijn voor dat innerlijke kind, alsjeblieft. En dan heb ik voor jou uh, relaties. En wat belangrijk is, is dat jij mag gaan kijken. Wie, welke personen, waar je relaties mee hebt gehad, waar je relaties mee hebt in je leven. Wat hebben zij nu bijgedragen in jouw leven? En ook naar degene die jouw pijn gedaan hebben of waar nog pijn van zit in jou. Wat hebben zij bijgedragen? En het gaat er niet om wat ze in jouw gevoel hebben ontnomen of genomen. Maar wat hebben ze, waar hebben ze voor gezorgd? Uh, voor groei, voor vechtlust, voor verdriet. Maar wat heeft dat verdriet jou dan weer gebracht? Want alles komt met een reden in jouw leven. En dat is waar deze kaart over gaat. En dan heb ik nog deze kaart voor jou. En dat gaat over um, ja, eigenlijk een zware tijd die je gehad hebt. De beproevingen in het leven, de beproevingen in je vertrouwen. En. Die mag je nu achter je laten. Waar het nu over gaat, is dat jij opnieuw een soort beproeving krijgt. Of jij nu één geworden bent. En luister naar dat innerlijke kind. En of jij nu een goede moeder of ouder kunt zijn voor dat kind in jezelf. Waar heeft dat kind behoefte aan? Luister eens naar dat innerlijke kind. Troost het kind. Koester het kind. Ga eens in gesprek met dat innerlijke kind. Oké, okay. en waarom uh, is dit zo belangrijk? Volle maan in schorpioen betekent enorme intense gevoelens en verlangens die naar boven gaan komen. Schorpioen is een van de uh, gevoeligste tekens uit de dierenriem. En ik ga het een klein beetje uitleggen ook in deze video, omdat ik niet weet of je beide video's kijkt. Daar leg ik het ook uit. Um, en het is een... Uh, een uh, Karakter, eigenschap, het is een kenmerk van de schorpioen. Die gaan zelfs onder een steen kruipen ze nog om dingen te onderzoeken, om dingen boven water te krijgen. Het is een heel intens steken, um, heel gevoelig, heel passievol. Um, het kan ook zeker steken als een schorpioen uh, met zijn of haar rug tegen de rug uh, geduld wordt, uh, tegen de muur geduld wordt, dan kunnen ze heel dodelijk steken zelfs. Um, dat is het venijn van een schorpioen. Um, maar als er natuurlijk heel veel pijn nog in jouw emotionele uh, stuk zit op zielsniveau... kan die schorpioen ook bij jou naar boven komen. Er kan ook een stuk achterdocht, zelfs paranoia naar boven komen. Daarmee wil ik je niet iets aanpraten. Maar zo intens kan deze energie zijn bij de komende volle maan. Dus wees je daar ook van bewust op zielsniveau met jouw zielsconnectie. Dat uh, er een periode aanbreekt van heling, van aantrekking. Jullie kunnen elkaar enorm gaan helen. En er komt een bepaalde zekerheid. Eigenwaarde komt in balans. Door jullie contact komt er een stuk eigenwaarde aan. En ik ga gewoon eens even de volgende kaarten erbij pakken, wat, haar, wat daar nog meer ligt. En je ziet dat ik stapeltjes gemaakt heb omdat ik met uh, verschillende kaartreks wilde werken. En ik vond het wel handig om ze alvast even allemaal klaar te leggen voor jou. Oké. Okay. Oeps, valt hij weer om. Houd eerst van jezelf. Passie. Verzoening. Aantrekkingskracht. En ik heb je even terugtrekken voor jou. Oké. Okay. Prachtige kaarten. Nou. Alleen de steekwoorden vertellen al heel veel over die orakelkaarten. Verzoening, verzoening met jezelf. Um, jezelf even terugtrekken. En met dat jezelf even terugtrekken uh, is het ook heel belangrijk dat je naar dat innerlijke kind luistert, naar dat kind in jezelf. Waar heeft dat kind behoefte aan? Heel, heel die laatste stukken. <coughs> Welk verlanger zit er in jou? Hou eerst van jezelf. En dat is heel erg belangrijk, want als je vanuit liefde voor jezelf in jouw kracht staat... Hè, dan ga je ook, uh, ben je eigenlijk aantrekkelijker. Um, dan, dan kun je echt helen, maar dan kan ook die enorme um, uh, verlangens komen daardoor zuiver naar boven. En we hebben een ego, we hebben een emotie, we hebben een verlangen, we hebben een behoefte... Uh, en we hebben natuurlijk een intuïtie. En jouw ziel heeft een intens verlangen. En dat verlangt intens naar een bepaalde passie, naar de verzoening met jouw soulmate, met jouw relatie. En eigenliefde is daar het allerbelangrijkste aller van. Uh, dus als jij voelt dat je even terug moet trekken, zeker als die volle maan vol in gang is, doe dat ook gewoon. Dat is even heel erg belangrijk. Het kan zijn dat het nu al speelt, hè? dat een van jullie zich even terugtrekt of jullie allebei even behoefte hebben aan een terugtrekbeweging. Dat is helemaal prima. Het is belangrijk dat jij vertrouwt. Vertrouwt in jezelf, houdt van jezelf, zelfrespect hebt. Passie en verzoening is eigenlijk in aantocht. En die aantrekkingskracht is eigenlijk enorm. Maar wat ik ook voel is balans, gelijkwaardigheid. Um... Behulpzaam. Jullie zijn bij elkaar, dat contact is er met elkaar om elkaar naar een bepaald niveau te trekken. Ik voel daarbij uh, aantrekkingskracht, stabiliteit, uh, stimulans eigenlijk, elkaar inspireren. Uh, het, het lage zelfbeeld dat je hebt gehad is eigenlijk ook aan heel erg aan het groeien, dat is zich aan het oplossen. Ook al komen er heel veel emoties naar boven, laat ze alsjeblieft naar boven komen. Geef je er aan over. En dat betekent niet dat je de hele dag op de bank onder een dekentje moet gaan huilen, maar komen de emoties naar boven? Laat ze, laat ze gebeuren. Neem even tijd voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Uh, je hebt daar echt even behoefte aan. Karma krijg ik door. En dat heeft echt nog met uh, vorige levens te maken. Alsof jij uh, allerlei battles in het leven nog hebt moeten doorlopen. Uh, op zielsvlak, op, op, op liefdesvlak, op liefdesniveau. En pijn gedaan bent in jouw beleving. Maar ben jij daadwerkelijk pijn gedaan? Of heb jij dit nodig gehad voor jouw groei? Naar zelfvertooiing en eigenlijk die zelfliefde die je zo hard. Uh, uh, waar je zo hard. Uh, hard naar op weg was of die je zo hard nodig had. Um, we gaan eens dus even de tarot erbij pakken. Munten 2: De zon. Bekers 5. Oké, okay, dan heb ik hier bekers 10. Prachtig. Ja, dit sluit ook enorm aan op dit verhaal. Bekers 2. 1, 2, 3 bekers heb ik al voor je. De duivel. De heremiet, Nog een bekers. Beker 6. Allemaal emotionele kaarten. Nou, dat slaat wel aan bij de volle maan waar wij mee te maken krijgen. Het kan heel goed zijn dat je dat nu al ervaart. Hè? Dat je nu de eerste perikelen al ervaart voordat die volle maan al vol is. En het blijft ook even om die volle maans energie hangen. Um... Aanvaarding en acceptatie is het allerbelangrijkste van alles wat naar boven gaat komen. De duivel betekent ook nog een stuk verleiding. Um, het is niet goed of fout, maar het lijkt wel of je nog ergens aan geketend bent waar je je nog los van mag maken. Geketend bent aan oude gedachten. Geketend bent aan een bepaalde obsessie. Dat kan nog heel goed dat je daar nog mee te maken hebt of dat je daar nog niet van geheeld bent. Um, er zijn ook heel veel mensen die in destructieve situaties hebben gezeten met een soulmate. En destructief is natuurlijk nooit goed. Het mag je uiteindelijk ook verder brengen. Destructief of de duivel, ja, het kan soms destructief lijken. Maar soms is die pijn noodzakelijk geweest om echt van binnen op, op, op de bodem van je ziel. Uh, pijn gedaan te worden waarmee ik het niet recht praat maar wel om jou iets in te laten zien de kluizenaar geeft eigenlijk aan je gaat eens even een licht op alles schijnen je gaat oude emoties achter je laten want dat geeft bekers 5 aan je gaat je veel meer richten op wat er wel is en niet op wat er geweest is waar ga je naartoe dan zie ik hier bekers 10 en bekers 10 is eigenlijk dat alles er is uh, gelukt en over Bekers 6, iets of iemand uit het verleden komt terug, maar jullie halen ook het oorspronkelijke kind in elkaar naar boven. En dat betekent niet dat jullie uh, naar de speeltuin gaan. Wat daarmee bedoeld wordt, als je hier op aarde komt, ben je puur, ben je rein, ben je onschuldig. Uh, dan komen de mensen en de volwassenen die ons her en der beschadigen. En zoals wij dat ook allemaal een keer... Uh, uh, wel meer dan één keer andere mensen pijn hebben gedaan. Uh, dan gaat de onschuld wat los. En eigenlijk uh, zit je nu in die fase dat je dat allemaal uh, achter je kunt laten. Dat je die eenwording en die liefde voor jezelf heel erg aan het versterken bent. Uh, die passie ook heel erg heel sterk zal gaan ervaren, want die ligt daar ook. <tus> maar je ook gaat verzoenen met het verleden. Verzoenen met alle relaties die je gehad hebt. Uh, met iedereen, uh, uh, je vader, je moeder, je broers, je zussen, je nichten, je neven, vrienden, kennissen, buren. Iedereen waar jij een relatie mee hebt gehad, mag je je mee verzoenen. Want al deze personen in jouw leven hebben een functie gehad. En dat pure kind in jezelf wordt eigenlijk weer naar boven gehaald. Juist door die schorpioenen energie in die volle maan. En dan kun jij weer echt vanuit dat pure gevoel van jezelf, van wie jij bent, die bekers 10 gaan ervaren. Balans ligt hier, munten 2, evenwicht en balans. Je zult na deze volle maanfase best eventjes moeten resetten emotioneel. Eventjes alles weer op de rit krijgen voor jezelf. Maar de zon ligt hier ook en dat betekent um, een nieuw begin. Uh, een zegen, uh, een transformatie in positieve zin, geluk wat naar je toe gaat komen. En het kan echt duiden op jouw grote liefde. Hoe mooi is dat? Bekers 2, aantrekkingskracht ligt hier. Waar de duivel uh, die kijkt, gelukkig de andere kant op naar die kluizenaar. Dus dat is wel heel bijzonder. De kluizenaar keert zijn ogen af van die duivel, en die duivel kijkt gelukkig niet naar die aantrekkingskracht. Door die aantrekkingskracht, bekers 2, um, kom je in een nieuwe beginfase. Um, in, in een, in een liefdesrelatie. Uh, dus dat kan zijn dat je in een nieuwe cyclus ingaat. Het kan ook zijn uh, dat je uh, met jouw soulmate echt nader tot elkaar gaat komen, de handen in elkaar gaat slaan. De duivel staat ook nog voor een stukje angst en daarom is het zo belangrijk... Dat je doorzet. Uh, dat je die uh, uh, emoties zoveel mogelijk op gaat ruimen. Dat je naar jouw echte intense verlangens durft te gaan kijken. Dat is heel erg belangrijk. En dat duiveltje kun je wegduwen. Je kunt je, je, kunt je losmaken van al die ketens die je misschien nog ervaart. Waar zit jij nog aan vastgebonden? En. Uh, uh, waar mag jij, jij van losmaken? En daar is die kluisenaar zeker nog voor nodig. Um, om eens even helemaal pas op de plaats te gaan maken. Terug te keren naar jezelf. Ga zijn een licht schijnen. Welke emoties zitten jou nog dwars? Hier ligt dat overduidelijk. En hier wordt het nog eens een keer enorm bevestigd. Super, super gaaf dit. Ik ga de Lenormand erbij pakken. Wat heeft de Lenneman hierover te vertellen? Eens even kijken. Oké. Okay. Oké. Okay. Passie. Strijd. Innerlijke strijd. En een verankering met een verbinding waar het geluk op ligt. En eens even kijken. Vurige energie. Ik heb hier de roede. De roede staat voor een vurige energie. Wat ik heel mooi vind. is elf. Meestergetal. Dus je gaat echt dingen meester worden. Fantastisch. 22. Nog een meestergetal. 11 en 22. Je gaat de juiste keuzes maken. Je wordt ook nog uitgedaagd. Dualiteit pak ik op. Dus je gaat ook nog uitgedaagd worden. Heb jij al je lessen geleerd? Ben jij door die beproevingen heen? Ehm. Um... Voel jij die dualiteit? Word jij op de een of andere manier door iets wat vanuit het donker komt in jou, uh, word jij nog ergens door verleid? Uh, heb jij door, kun jij je losmaken van dat donker? En zeker wetende dat hier eigenlijk allemaal hele mooie kaarten liggen. Het anker staat voor verankering, grote liefde. Prachtig. Als jij je niet losmaakt, blijf je wel vastzitten aan die duivel. Niet voor eeuwig en in de verdoemenis. Kijk, als je hier naar kijkt, ik vind het zo'n enge gast. Kijk, dan zie je daar onderin die ketens, die gebonden. Maar je bent niet letterlijk gebonden. Dus bevrijd je van angst en oude energie. Het is zo belangrijk en ik gun het je zo. Dus probeer dat nou te doen. Want anders blijf je een beetje vastzitten in dat oude stuk. En dan wil je juist uit. Dus dat blinde vertrouwen mag je echt in. Uh, heling, liefde voor jezelf, passie ten over. Hier ligt passie, hier ligt passie, hier ligt die verankering met jouw grote liefde. Hoe mooi is dat? En waarom zeg ik dat zo overtuigd? Uh, hier heb je de klaarverbladen. Dus ook nog eens een tweede, dus dat staat voor een duo, dualiteit onder andere, maar ook uh, een koppel. Uh, Klaveren staan voor geluk en een zes is voor succes. Dus er komt geluk naar jou toe. En dan heb ik hier de ring. En de ring staat voor een verbinding. De cirkel is rond, je gaat een nieuwe cyclus in. Heb jij al een relatie? Ga je een nieuw niveau in met jouw geliefde? En anders ga je uh, echte verbinding aan met jouw soulmate. Dus hoe gaaf is dat? We zijn nog niet klaar. Ik ga nog eventjes de harten voor jou omdraaien. En we gaan eens even kijken. Uh, ja, wat hier naar voren mag komen. Liefde. Als liefde het antwoord is, waarom zou je dan nog vragen stellen? Alsjeblieft. En dan heb ik een omhelzing. Door middel van de ander vind jij de ontbrekende delen in jezelf. Nou, daar heb ik het hier ook over gehad. Uh, die, die zelfverwezenlijking, die inspiratie, het stimuleren. Uh, de heling, maar ook elkaar naar een nieuwe eigenwaarde kunnen brengen. Uh, door jezelf in die eigenwaarde te zetten, zet je ook die ander in de eigenwaarde. Het is echt een spiegel. En uh, ja, ik vind het super gaaf eigenlijk. En dan heb ik hier onweerstaanbare aantrekkingskracht? Het is allemaal niet wat het lijkt. Dan denk je, ja, waar lijkt het dan op? Uh, Niets is wat het lijkt en dat is altijd uh, wel zo. Um, gaat aan, gaat onderzoeken, ga die intense verlangers naar boven halen, haal al die stekels en al die, al die ankertjes haal ze eruit waar je niks meer mee kan. Dus um, oké, okay. dan hebben we hier. Oké, okay. neem even een moment voor jezelf en stel jezelf de vraag. Waar je alleen ja of nee op kunt krijgen. Oké, okay, het antwoord is ja. Alsjeblieft. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat het maar toe. Liefde in overvloed. Hoe mooi. Alsjeblieft. En dan mag je jezelf nog een keer een vraag stellen. Neem even een moment voor jezelf. Het antwoord is nee. Alsjeblieft. Nou, lieve mensen, ik uh, hoop dat ik jullie heel veel. Inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie hierdoor hebt mogen geven. Laat me weten hoe je deze reading vond, hoe je deze legging vond, of je er wat mee kunt. Het kan natuurlijk nooit 100% met iedereen resoneren. Um, het belangrijkste is dat jij eruit haalt waar je wat mee kunt en waar je niks mee kunt, dat laat je los. Je kunt ook altijd over een week of twee weken nog eens even kijken, dan komen dingen altijd weer even anders bij je binnen omdat je dan weer door een stuk proces heen bent. Wil jij kans maken op een van de prijzen? Vergeet dan niet jezelf te abonneren als je dat nog niet bent. Hieronder uh, kun je op dat knopje duwen. Laat je reactie achter. Mocht je iets gewonnen hebben, dan kan ik uh, jou een reactie geven. Vertel het voort, zou ik zeggen. En uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Alle informatie met alle mogelijkheden voor consulten, voor wat dan ook. Vind je hieronder in de beschrijving. Ik zou zeggen: geniet van deze komende volle maanperiode. Aanvaard het, ga het aan. Het dient jou, het dient je hogere zelf en uh, zet hem op. Dank je wel voor het kijken en ik zou zeggen: tot de volgende. Doei doei.